olievlekken op de grond. Als ik ergens een hekel aan heb, ik heb daar iets nieuws voor. Ik ga je later meer over vertellen. Het is nog een prototype. Volgende week gaan we eerst in productie. En ik zal er uiteindelijk wel een stuk of vijf weg gaan geven. Maar daar ging het niet over. Ik heb een nieuwe raceuitlaat besteld. En die moet eronder. Heb ik op donderdagavond even snel aan het einde van de dag gedaan. Ik ben gaan rijden en wat denk je? Ik heb iets over het hoofd gezien. Als er dus een andere uitlaat ondergaat, moet er ook een andere sproeier onder. Maar ja, grotere sproeiers had ik niet, dus ik heb nieuwe sproeiers erbij gehaald. En ik heb een nieuwe cilinder gehaald bij Rinky Toys. Grotere sproeiers. Ik heb de cilinder voorbereid. Ik heb alle scherpe randjes eraf gehaald. Netjes een hoekje aangemaakt. En gepolijst. Dat heb ik ook met de in- en de uitlaat gedaan. Voor de rest heb ik er nog niks aan gedaan. Ik heb de zuiger niet bewerkt. Ik denk, ik blijf voorlopig eventjes overal vanaf. En we gaan weer helemaal van voor af aan opnieuw beginnen. Schoonmaken weer. En we gaan alles langzaam weer terug in elkaar zetten. En dan zullen we zien of die het doet. En blijft doen. Inchatten met olie. Heb ze gij.
veertje erin zetten. Wat papier erin doen, of iets dergelijks. Zo'n borgveertje, die springt altijd net de verkeerde kant op weg als hij wegspringt. En dan springt hij zo je blok in. Dat heb ik ooit al eens een keer gehad. En dat kost ook een schilder. Als je dat niet op tijd oplost. Even kijken. Oké. Een klik gezegd. Zuiver zit er alweer op. Thank you.
plus 11 newtonmeter. Nu gaan we